allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag in deze video ga ik een Boozy Shop pakketje unboxen. Nou, deze staat hier. Ik heb hem alvast opengemaakt, omdat ik met een camera vasthouden kan ik gewoon geen pakketje unboxen. Nou, zo ziet het pakketje eruit van binnen. Er is een kartonnetje of wat is dat, plastic, weet ik veel, dat dingetje weghalen. Er zit een kaartje bij. Nou, dat is heel lief, dankjewel. En dan is dit de bestelling. Nu ga ik de bestelling, of ik ga mijn camera, sorry, eventjes op een statief zetten. Dan ben ik zo bij jullie terug. Dan is dit het zakje met de producten die ik heb besteld. Ik hou hem eventjes zo. Gaan we hem even openmaken. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Nou, het zit in bubbeltjes plastic, dus het zit altijd wel goed beschermd in. Ik ga hem even openmaken. Zo. Even kijken. Er zit één ding in wat ik dus gekregen heb. Moet ik even goed denken. Dit is de Clear Lip Gloss Juicy and Luminizing. Dit zat er dus bij als cadeautje. Dat is... Ja, dat zat in mijn mail. En dan kon ik dat in een winkelwandje. Dus dit heb ik dus cadeau gekregen. Ja, dit ga ik dan dus ook uitproberen. Ik ben dus heel benieuwd hierna. Dankjewel daarvoor. Ik heb het natuurlijk allemaal zelf gekocht op dit naam. Want dit heb ik dus gekregen. Dan heb ik... Ik heb al vijf van deze... Of ik heb al nog drie van deze lippenstifts. Maar ik had zoiets van... Nou, ik wil ze eigenlijk allemaal wel hebben. Dus heb ik die andere vijf ook nog maar gekocht. En hier komt dan binnenkort ook een video van. En een review op mijn site. Allemaal apart natuurlijk van elkaar. Maar binnenkort komt hier dus een video van. Dan heb ik hier iets van Catrice. Want ik was eigenlijk benieuwd naar dit paletje. Dit is de Pro Slim Eyeshadow Palette. Ja, het raam staat een beetje open. Dus je hoort een beetje lawaai. Ja, dit is dus de Pro Slim Eyeshadow Palette Hint of Mint. Althans, dat staat hier. De verpakking is op zich wel heel fijn. En dit is nummertje 10. Ja goed, 010. Ik zal het eventjes hiervoor houden. Dan kunnen jullie het wel lezen, want ik kan het heel moeilijk uitspreken. Het ziet er zo uit. Van binnen, zo. Even de camera, want dat hoeft niet. Zo, nou, het ziet er op zich wel. Het zijn wel mooie kleuren waarvan ik denk van... Ja, die ga ik wel dragen. Of aanbrengen op mijn gezicht. Of op mijn ogen. Nou, het gaat lekker. Maar dat zijn kleuren die ik wel vaak zal dragen. Ja, het ziet er vrij neutraal uit. Dus ik ben heel benieuwd. Dan heb ik nog eentje van Catrice. En dit is ook weer uit die lijn. Alleen dat is dan de Next Gen Nudes. En deze heet... Nummertje 10. Dit is trouwens ook 10. Wat was dit dan? Dit is ook 10. Nou, deze is dan ook toevallig 10. Ik weet niet of ze allemaal zo zijn. En die heet dan zo. En de verpakking ziet er op zich heel vrij normaal uit. Wel heel leuk hoe ze dit hebben gedaan. Dat voelt wel glad aan gewoon. Maar op zich hebben ze dat wel heel cool gedaan. En die heeft dan zo'n kleuren. Het zijn ook wel wat neutrale kleuren, vind ik dan, voor mezelf. En ja, die ga ik dan ook binnenkort een review van maken. En een ooglook. Ik weet alleen niet of op de blog of op een video, maar dat zullen jullie vanzelf al zien. Dus deze. En ze hadden blijkbaar nog één, ik geloof lavendel. Maar die heb ik dan niet gepakt, want die hadden ze niet bij de Boozy Shop op dat moment. Of ze helemaal niet. Ik heb ze in ieder geval niet goed gezien. Maar in ieder geval heb ik dus deze twee. En deze kostte in ieder geval bij de DM wat ik gekocht, wat ik gezien had, iets van een tientje. Dus ik ga er ook vanuit dat het een tientje kost. Ik denk het wel. Ja, ook bij de Boozy Shop. Maar goed, ik zal alles hieronder in de link beschrijven hoeveel het kost. En nou goed. Dan waren dit dus eigenlijk al deze spullen. Ik zal even... Zo. Dan waren dit al mijn spullen. Dus ik zou zeggen... Tot de volgende keer!